Doet hij nou? Ja, hij doet het. Ja, hi lieve mensen, daar ben ik weer met CTV en Lentetroost. Mijn moeder die kwam net naar me toe, die zei als je nou nog stokrozen wil, voor in de tuin, want ik heb straks echt een enorme tuin tot mijn beschikking. Tot mijn grote schrikking. Nee joh, ik ben dat helemaal niet gewend, maar ik vind het hartstikke leuk, daar ga ik mee aan de slag. Maar zei, als je nou nog stokrozen wil, dan moet je even meekomen. Dus ik ga nou even met mijn moeder naar de stokroos kijken. Kijk, daar zit ze. Ik zit ook even op de telefoontje. Oh god. Sorry hoor. Ja, je zal het vaker merken dat er af en toe iets misgaat. Het komt gewoon omdat het nieuw is. Kijk, oh wat een mooie boom. Zien jullie dat? Helemaal vol in bloei al. Prachtig hè? Maar ja, dus als er wat misgaat heb je soms ook hele mooie shots. Dat krijg je dan. Prachtig hè? Nou, dit is onze tuin. De grond ligt er nog een beetje moeizaam bij, want daar is allemaal aarde opgekomen het afgelopen half jaar. Hij is gefreesd. Oh, hij is gefreesd. Hij is ook opnieuw ingezaaid. Maar het moet gaan regenen nu. Het moet gaan regenen. En dan wordt het lekker opnieuw ingezaaid. Mijn moeder is lekker bezig met haar medicijnbundel. Vertel ik misschien later ooit nog wat over. Wou je naar de stokrozen kijken? Ja. Dus is daar altaartje? Nou, daar gaan we. Ja, eigenlijk alles wat nu boven staat, dat is al een tweedejaars. Dus dat is al een keer boven geweest. Alleen, daar staat bijvoorbeeld zo'n heel kleintje, dat is eerstejaars. En dit is eerstejaars. Wacht even hoor. Het gaat een beetje snel. Oh, wat erachter staat. Kijk, dat is eerstejaars. Kijk. Oh ja, kijk, daar staat hij. Maar die moet mooi tegen deze wand aan, denk ik. Ja, precies. Die laten we lekker staan. Die laten we staan. Dit is allemaal al derdejaars hier zo. Maar dat is al veel ouder. En dit ook. En ik denk dat je dan hier even moet weghalen, want dit staat in de knel bij de deur. Ja, kom maar. Kijk, daar kan ik mooie stokrozen vandaan halen. Kom maar. Hé, hey, poes! Nou, daar is ze weer. Hè? Deze hebben al gebloeid ook. Maar die gaan dan weer bloeien, toch? Ja, tuurlijk. Maar je moet niet te lang wachten met weghalen, dat bedoel ik. Ja. Want ze komen hier in de knel te staan. Ja, dus dan ga ik ze straks even weghalen. Ja, er liggen wel stenen daar, dus moet je even kijken. Maar een mooie stokrozen. Wat voor kleur hebben ze? Roze en geel. Ja, diverse kleuren, maar ze komen elk jaar met een andere kleur op. Hoor. Oh, echt? Ja. Zo, dat wist ik helemaal niet. De kleuren mengen zich. Oh, daar gaat weer. Oh, wat cool. Kijk, staat een blauw druifje daar. Eenzaam en alleen. Oh. Oh ja. Een heel mooi klein blauw druifje. Kijk. Die dappere is al opgekomen hier. Hier staat ook een heel mooi klein paars bloempje. Ik denk dat het een lobeliaatje. Oh, het is een lobeliaatje. Nog erg bleek. Wat is een lobeliaatje? Dat is eigenlijk dat paars plantje wat aan de voorkant staat. Al die kleine bloempjes. Oh, die met z'n hele vele groeien. Ja. Nou, jullie zien het. We gaan lekker de tuin in. Hier komt een houtbloem op.